Welkom bij aflevering 57 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en voor het eerst in weken weer staat hier weer. Je kijkt met een doodse blik mij aan te kijken. Helemaal niet. Ik moet lachen. Nee, levende lijf, eindelijk weer terug hier in ons zweethok. Hè. Nou, iets andere dit keer, maar wel voorbereid met een t-shirtje. Maar ja, goed om weer hier te zijn. Ja, ja nee, fijn dat je er weer bent. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Satos.nl, Anycoin Direct, Bitcoinmeester, Maven 11 en Ledger Leopard. Dat zijn natuurlijk onze sponsoren die we sinds kort hebben. En de disclaimer, alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel en moet niet worden gezien als beleggingsadvies. We zijn bereikbaar via Telegram en Twitter. De links vind je op www.satosiradio.nl. En je kan ons op diverse manieren steunen en ook deze links vind je op de website. Ja, en we hebben vandaag, ik heb het zo opgeschreven, een iconisch duo in de studio. Het is eindelijk gelukt. Het is eindelijk zover. Wijnand terug en dit duo erbij. Ja, dat kan haast niet. Volle bezetting haast zo. Niet beter. Ik heb hier erbij staan, samen zijn ze het brein achter lekkercryptisch.nl. En dat is toch wel de nieuwswebsite, de Nederlandstalige nieuwswebsite om je crypto nieuwtjes vandaan te halen. En daarnaast beheren ze een van de grootste Nederlandse crypto Telegram groepen. Ja, zoals ik al zei, ze zijn hier niet alleen. Bert hebben we al in de studio gehad. En Peter is erbij. En ik heb het over de broer Slachter. Welkom, mannen. Leuk dat jullie er alle twee zijn. Ja, dankjewel. Dank je. Ja, nou top. Leuk. Ja, de knus op elkaar gepakt. Ja, zo dicht mogelijk bij elkaar. Ja, dat met al die sponsoren is het volgende ding toch een microfoontje erbij, denk ik. Dat we toch... Ja, ik zei nu met iPhone-oordopjes in, dat is toch minder. Ik ben blij dat ik niet in het zweethok zit. Nou, dan kunnen we straks toch wel even gaan staan als je het wil, hoor. Ik vergeet trouwens ook even dat ik de camera niet heb aangezet. Dat knip en plak ik later wel aan elkaar, maar ik ga hem wel eventjes voor de rest aanzetten. En hoppakee. Zo, die staat weer. Nou ja, dat wordt dan iets langer een logootje in het beeld. Kan dat gebeuren. Dat komt helemaal goed. Kan gebeuren. Dan gaan we naar de stellingen, denk ik, Wijnand. Ja, wat wil je doen? Gaan ze beide doen of op de beurt? Hoe pakken we deze aan? Want Bert heeft natuurlijk al een keertje mogen proeven van die vlijmscherpe stellingen die hier elke keer voorbij komen. Nou, laten we dan beginnen met Peter, met de eerste. Satoshi of Vitalik? Ja, Satoshi. Gifjes of smileys? Ja, gifjes. Toch wel. Ja, ja. Wie weet, maken ze ooit een comeback bij jullie. deze is echt vers van de pers, zie ik. Telegram of Bettergram? Bettergram. Ja. Ja, moet jullie straks uitleggen waarom, want wij zijn er nog niet helemaal bekend Ons mee. Onze oren klapperen. Ja. Lekker cryptisch of Procurious? Procurious. Wat wil je nou weer tussen? Bear of bull market? Ja, dat is een moeilijke. Doe mij nog maar een tijdje in een bear market. Ja, misschien kijk ik vooral met Bert. Heb je iets waar je van afwijkt? Of zeg je van, voordat we op de toelichtingen gaan? Ja, ik ga voor de bull market. Ik ga voor de bull. Dus jij in de bear market en ik in de... Prima duo, toch? Ja. Ja, ik moet zeggen, ik zit er ook een beetje over na te denken. Ik weet het niet. Ik was wel gewend aan die bear. Kijk, weet je wat ik het nadeel van die bull market vind, als we daar al in zitten nu? Dat het voor hele specifieke munten wel zo is. En voor andere... Met name de bitcoin bedoel je? Met name de munten met name de bitcoin. En dat is toch wel weer... Je ziet allemaal dingen 100% omhoog vliegen weer. En dingen weer omlaag knallen. Het zorgt toch weer een beetje voor die FOMO. En daar was ik wel blij dat ik daar toch wel een beetje vanaf was op een gegeven moment. Ja. Je ziet nu ook veel mensen roepen om een alt-season, hè? Ja. Komt die nog terug of komt die nooit meer? Nou ja, er zijn mensen die er heel dramatisch over doen. Het mooiste antwoord op die stelling zou wat mij betreft zijn... Doe mij maar de cycli. Dus het afwisselen tussen bull en bear market. Want wat dat betreft is het wel wordt nou het verschil heel erg uitvergroot. Hè? Er zijn mensen die zeggen... Bitcoin, hyper-bitcoinization, het gaat echt naar de ton of nog verder. Het hoogtepunt in miljoen, institutioneel geld komt erbij enzovoort. Ik zou het liefst voor die tijd nog wel wat cycli willen meemaken. Ook gewoon om nog wat extra dingetjes te kunnen verzamelen, bijvoorbeeld. Dus nu
een bull market. Het hangt er een beetje vanaf hoe lang, hoe hoog. Het liefst gewoon nog een aantal cycli. Ja, ja. Ja, wat denk jij ervan? Zo waarschijnlijk dat bijna elke markt is cyclisch natuurlijk. Ja. Maar als je nu kijkt naar de dominantie van Bitcoin, dan gaan we wel direct de diepte in. Is bij 65%, bijna 66. Ja. Dat is natuurlijk wel huge. Wanneer is dat voor het laatst dat hij zo hoog was, weet jij dat? Waarschijnlijk een grafiek voor je neus. Ik had net een grafiek voor mijn neus, maar die scroll ik net natuurlijk weer weg. Ja, het is nog zeker niet op het hoogtepunt, hoor. Nee, ja, het is zeker niet op het hoogtepunt. De laatste keer dat hij zo hoog was in april 2017. Ja, moet je nagaan. Maar als je nog verder uitzoomt, dan zie je eigenlijk dat 2014, 15, 16, 17... die eigenlijk zo'n beetje tegen rond de 80% heeft gezeten. Ja. Pas vanaf 2017, eigenlijk vanaf Ethereum, zien we dat iets anders dan Bitcoin een rol speelt. Anders dan een meme. Ja. En dus, ja, ja. Dus de vraag is, gaat hij weer terug naar dat punt? Of blijven altcoins echt een significant stuk van de cryptomarkt? Ja, ik ben benieuwd. Ja, en wat ik met die cycli bedoel, is niet zozeer dat je afwisselt tussen bull en bear market van Bitcoin. Dat zal ongetwijfeld gebeuren. Maar wat je in ieder geval in het verleden veel hebt gezien, hè, is dat geld Bitcoin instroomt en weer uitstroomt. Bij instroom waardevermeerdering van Bitcoin, bij uitstroom waardevermeerdering van een x aantal altcoins. Ik bedoel, je blijft zodat je geluk moet hebben. En er zijn korte perioden dat het niet uitmaakt wat je doet. Je wint altijd de loterij. Die zie ik liefst nog een aantal keer. Ja. Voordat de markt een andere kant op gaat. Want dat is natuurlijk onzeker, hè, of dat soort cycli blijven bestaan. Ja, misschien met alle technologische ontwikkelingen die komen. Zoals Lightning, sidechain, statechain. Als dat echt mature wordt, echt volwassen, dat minder schommelig zal gaan zijn. Ja, who knows, weet je. Nou ja, kijk, ik zie, als er, ja, je hoort die scenario's wel van institutioneel geld gaat instromen. En de markt zoals die nu is nog echt ongelooflijk klein. Hè, en dat wordt dan vergeleken met andere markten. En dan is het maar een druppeltje op een gloeiende plaat. Kijk, in die context, stel dat zou gebeuren. Die markt stroomt vol met dat geld. Ja, wat heeft de altmarkt dan nog voor betekenis? Want gaan grote spelers, als de overtuiging is, we zitten in Bitcoin, want dat is een store of value, die gaan niet in Verge investeren. Vermoedelijk, hè, aanname. Dus het is een vraag of die cyclus zoals we die kennen, de komende jaren, de komende 10 jaar, of hoe lang dat nog plaats gaat vinden. En dan kun je zeggen van, die cycli tussen alt en bitcoin wordt alleen maar gebruikt door handelaars om te manipuleren. En dat is ook niet onwaar. Maar wat ze ook hebben gedaan is kapitaal verschaffen aan nieuwe startups. Onder die ICO's, natuurlijk zaten daar Russen die een of andere crapcoin maakten. Maar er zaten ook hele interessante projecten die heel veel hebben toegevoegd aan het ecosysteem en aan bitcoin. Ik bedoel, want laten we wel wezen, bitcoin. Ze zeggen wel eens, bitcoin is eigenlijk een soort van Boeing die al vliegt. En ja, daar ga je ook niet in de lucht de motor vervangen. Ja, dat ze beter wel kunnen doen bij Boeing, volgens mij. Bij Boeing trouwens. Sommigen wel. Ja, dat is een sensortje. Ja, ja. Nou ja, dat is, maar, dus je ziet in allerlei altcoins dat er innovaties plaatsvinden. Hè, en dan later dan wordt het misschien weer naar Bitcoin teruggebracht. Ja. Dus bij Grin, daar zitten allerlei interessante dingen die misschien ooit een keertje als privacy feature bijvoorbeeld naar Bitcoin gaan. Ja, ik zit er wel. Dat ben ik helemaal met je eens. Ik bedoel, er zijn zat projecten waar technisch hele interessante dingen gedaan worden. Maar ik begin, maar ja, dat heeft er een beetje mee te maken als zo'n project maar in Bitcoin value omlaag blijft gaan, dan word je op een gegeven moment ook een beetje zo'n doemdenker. Dan denk ik zie de technische toegevoegde waarde wel, maar waarvoor zit mijn geld hier nog in? Zeg maar, ik zie. Ja, misschien zijn ze iets heel moois aan het maken wat gekopieerd gaat worden door een bitcoin of whatever. Dat is prima, maar waarvoor financier ik dat? Weet ja, of je wel? Wat is de use case uiteindelijk echt ja, in de wordt praktijk? Ja, wordt hier op dat mainnet wat er dan is, wordt hier op een gegeven moment echt gebruik van gemaakt? Klopt. Of draait het nu maar gewoon een beetje? En dat heb ik eigenlijk met heel veel van die munten dat ik denk van, zeker met Libra er nu bij, die ook natuurlijk zo'n smart contract platform maken. En ja, daar kan je over vinden wat je wil. Maar ze hebben wel al een nou, best wel impressive ecosysteem of partnership daarachter staan die daar echt gebruik van willen maken. Dus die waarschijnlijk niet gebruik gaan maken van jouw
VeChain mainnet of Neo mainnet of EOS mainnet. Nou, of Amazon wil de VeChain gebruiken natuurlijk. Nee, ja, kijk, ik noem er een aantal, omdat ik geen specifieke groepen mensen achter me aan wil die zeggen van VeChain die heeft dit of deze heeft dat. Punt is, whatever je ook hebt als crypto project op dit moment, Libra heeft het keer 10 meer. Dat zijn gewoon 26 volwaardige partners, waar de meeste projecten er misschien 3, 4 hebben. Hè. Walmart had je natuurlijk bij VeChain, om een voorbeeld te geven. Of Walmart niet. Precies. Ja. En dat is impressive, maar dan denk ik van ja, weet je, het is een beetje lastig. En daar hebben we het al vaker over gehad. Het begint nu wel echt het moment van de waarheid te worden voor dat soort projecten. En dat is wel interessant om te volgen. Alleen wat minder als je daar dan zelf ook nog enigszins tokens hebt. En wat minder objectief naar kijkt, zeg maar. Het wordt een beetje een meme bijna. Hè? Daarmee bedoel ik wat vaak gezegd wordt. Ja, door adoptie wordt iets meer waard. Nou ja, in de altcoin-markt zie je weinig van die gedachtegang, van die redenering terug. Ja. Het is voornamelijk gebaseerd op speculatie. Een listing op een exchange die gaat komen, doet vaak meer met de koers. Ja. Of het nieuws van een grote naam die zich verbindt aan een project, doet vaak meer met de koers dan uiteindelijk het gebruiken van oplevert. Eigenlijk hoe meer duidelijkheid, hoe minder de prijs nog omhoog gaat. Zeg maar duidelijkheid over, je ziet bij die ICO's waar eigenlijk nog vooral nog beloftes is en een whitepaper, dat die keer 7 gaan of zo. Dat is gewoon gratis geld als je daarin investeert. Je weet zeker dat die dingen omhoog knallen. En daarna, hoe meer er duidelijk wordt, en op een gegeven moment is er een mainnet en zus en zo, en er is niks meer over van die prijs, zeg maar. Omdat steeds meer mensen erachter komen van ja. Ja, je zou haast kunnen zeggen, het is een soort momentum gebaseerd investeren. Ja. En je merkt vaak wel bij projecten waar het borrelt. Ja, het is een beetje zo'n fingerspitzengevoel die je opbouwt. Hè? Van dit is een nieuw project, een actieve community. Er wordt veel naar buiten gebracht. Dus, er worden dingen ontwikkeld. Hier zou wel eens een stijging in kunnen zitten. Tot het moment dat het allemaal duidelijk wordt, inderdaad. Ja. En dan gaat het ook weer hard naar beneden, zoals we nu gezien hebben. Ja, nee, dat is... Ja, dat zie je zeker gebeuren. Maar ja, in ieder geval, kijk, ik heb er vaak zat met Wijnand over gehad. Kijk, uiteindelijk als je weer als, zeg maar, een vereiste voor zo'n alt season als dat we in 2017 hebben gezien, is een bitcoin die in ieder geval boven de 10k staat. Ik bedoel, anders kunnen jouw altcoins stijgen in bitcoin value. Maar ja, met bitcoin op $3000 ga je er ook niet veel geld mee verdienen. Eventjes heel plat door de bocht. Kijk, zo'n... Nou ja, ik heb die alt niet voor de dollars. Nee, oké. Maar heel veel mensen wel, zeg maar. Die willen zo'n alt season omdat ze dan veel geld kunnen verdienen. Dat is wat er de vorige keer gebeurd is natuurlijk. En kijk, een holochain, om een voorbeeld te noemen. Weet je wel, dat ding is 10 satoshis waard of zo per muntje. Kijk, uiteindelijk in zo'n alt season maakt het geen reet uit waar bitcoin op staat. Dan gaat die gewoon naar 40 satoshis. En ja, weet je, als de bitcoin dan in dollar value veel hoger staat... Ja, dan $3000, ja, dan gaat de multiplier aan. Dan verdien je opeens goud geld. En kijk, tuurlijk, als jij erin zit om meer bitcoins te verdienen, dan maakt het niet uit wat het dollar value is. Dat snap ik. Maar dan zit je er momenteel niet lekker bij, in ieder geval. Nee, dan zit je er momenteel niet lekker bij, inderdaad, als je vol in de altcoins zit. Jij bent er toch nog wel een beetje mee bezig met het hele TA gebeuren. Ik zie jou nog wel eens... Jazeker. Hij heeft geen geodriek bij je. Nee, dat passen. Nee, digitale geodriek. Ja. Nou, de marktupdate kan Bert mooi doen. Dat is hartstikke goed. Hij heeft ook oude sokken, dus. Nee, ik ben toch wel even gewoon om het weer iets luchtiger. Bettergram, dit hebben we niet voor niets. We hebben net iets geleerd voordat we begonnen. Bettergram, ja. Wat is dat, heren? Want we gebruiken allemaal Telegram voor de crypto communities. Maar opeens komt er een Bettergram. Nou, wat is dat dan? Ja, het bestaat al een tijdje. Dus wat dat betreft verbaast het een beetje dat je er nog niet van gehoord had. Maar... Ik had er wel van gehoord, maar ik had het nooit echt uitgezocht. Andere steen af en toe. Ja, de standaard Telegram clients zijn prima. Tenzij je in meer dan 10, 20 groepen zit, veel interacteert met mensen, wordt toch al snel onoverzichtelijk. En je hebt ook allerlei kanalen waar nieuws wordt omgeroepen of waar TA-scenario's worden afgegeven. Ja, probeer het nog maar eens fatsoenlijk te volgen. Dat is lastig organiseren en daar heeft Bettergram wat features voor geïntroduceerd om dat makkelijker te maken.
Nou, we gaan het misschien eens even uitchecken, even installeren. Ja, ja, maar ja, ja, ja. Ik ben op zich wel fan van die features die ze hebben, maar ze laggen wel erg achter de ontwikkelingen van Telegram zelf aan. Ja. Dus polls wordt nog niet ondersteund, bijvoorbeeld. Ja, daar ga je al. Daar ga je al. Ja. Ik moet wel zeggen dat Telegram best wel, zeker op die desktop client van ze, gewoon echt constant updates zit te pushen. Ja, vergelijk het met WhatsApp, man. Ik krijg alleen maar weer nieuwe features. Ja, en WhatsApp is echt een dinosaurie. Als je weer teruggaat naar WhatsApp, dan denken ze nu en dan echt, dan typ je wat verkeerd, even editen, kan niet. Kan niet, nee. Het is echt ongekend. Ik maak behoorlijk wat typo's. En dan zit je met... En dan zie ik, dan lees die zin terug, denk ik, ja... Die willen we even graag editen, maar dat kan er weer precies. Niet. Precies, en dan zit je met autocorrect die hem dan nog 3 keer fout herstelt, zeg maar. En dan heb je weer zo'n tekstwall. En dan gooi je er maar een gifje in, ja. Wat ook een... Bij WhatsApp is het zo dat je die gifjes, de helft van de gebruikers zit op Giphy of zo, en de ander zit op Tezor. Dat is ook zoiets raars, dat kan je niet veranderen. Dus je gif-aanbieder, zeg maar, dat hebben ze door de midden gespeeld. Oh, ik gebruik die keyboard, die heeft Microsoft toen nog overgenomen. Hoe heet dat ding ook weer? Je gaat zoeken, maar praat door. Nou ja, dat was het eigenlijk. even kijken hoor. Dus vandaag, waar gaan we het over hebben? We hebben het nieuws van de week natuurlijk, marktupdate. En daarna kijken we wel wat we doen eigenlijk. We gaan het over van alles hebben. Misschien nog wat over lekker cryptisch. Maar goed, we gaan het wel zien. We hebben heel veel nieuws in ieder geval. Dus we kijken wel waar het schip strandt. Dus we beginnen bij het nieuws van de week. Natuurlijk mede mogelijk gemaakt door Lekker Cryptisch. Hè? Daar staan ze. Onze eerste partnership, niet te vergeten. Ja, maar daar zullen we eens mee beginnen. Nou, wat ik wel interessanter vond, we hebben best wel wat Binance-gerelateerd nieuws, want die hebben van alles bekendgemaakt. En ik zag één ding langskomen, dat lijkt heel klein, maar ik vond het wel een interessante ontwikkeling. Ze hebben namelijk het aantal confirmations dat je nodig hebt voordat jouw withdrawal of deposit wordt vrijgegeven verlaagd. Ja. Voor Bitcoin en Ethereum. En omdat het Ethereum natuurlijk de helft van de tokens daar zijn, ERC-20 tokens, is het een groot gedeelte van Binance. Maar het was Ethereum-based was 30, geloof ik. Dat is dus nu de helft of zo. Hoeveel is het dan? 12. Dus het waren 30 block confirmations, zijn er nu 12. En Bitcoin van 2 naar 1. Ja, en... CZ die heeft dus gezegd van, nou ja, het is sneller. Ja, dat logisch. Dat snap ik, dat is het ook. Ja, want wat houdt het nou precies in dan? Nou ja, kijk, het komt erop neer dat, zeg maar, hoe vaker jouw blok geconfirmed is, door hoe meer miners en nodes en noem het maar op, dat geconfirmed is, hoe moeilijker het is om dat blok terug te draaien of aan te passen. Dus wat zegt het nou? Als ik geld naar jou stuur en jij zegt in principe bij 10 confirmations geef ik het vrij in plaats van bij 5, dan is het voor mij veel lastiger om de blockchain zo terug te draaien dat jij denkt dat je het geld hebt, maar ik het eigenlijk weer terughaal, zeg maar. Nou, en dat doen ze dus op deze manier. Ja, eigenlijk wat het dus heel simpel inhoudt, is dat ze een beetje veiligheid opgeven voor snelheid en gebruiksgemak. Ja, het is beveiliging tegen dubbel spending, maar het is ook een beveiliging tegen forks die gewoon kunnen optreden per ongeluk. Hè? Want het kan best zijn dat twee miners tegelijk een blok vinden, min of meer tegelijk. En dat uiteindelijk lost dat zich vanzelf op. En maar dus nul confirmations is heel tricky. Ja. Dan kan je per ongeluk dubbel spenden, bijvoorbeeld. Ja, dat is een hele goeie. Ja, ik vond het grappig, want het duurt natuurlijk gewoon knijterlang. Ja, bij Ethereum valt het wel mee, weet je wel. Dat gaat over het algemeen wel redelijk rap. Als dat blok eenmaal gemined is, zeg maar, met jouw transactie erin, dan is het binnen no time, een aantal minuten zit je wel op die... 5 minuutjes zat je wel op die 30 ongeveer. Ja, Bitcoin, dat duurt gewoon best wel lang natuurlijk. Maar is dit dan los van die Binance 2.0, wat ik ook las online? Ja. Hoort dit er dan bij? Of is dit dan weer een losse actie die ze ook nog eens toe hebben gepast op het raamwerk? Of op een engine, et cetera? Nee, het is gewoon een los nieuwsbericht. Ze hebben inderdaad gewoon een trade-off gemaakt tussen gebruiksvriendelijkheid, snelheid en de veiligheid of risicoafweging voor henzelf eigenlijk. Ze hebben daarom ook... Volgens mij heb je nu 1 confirmation nodig voor Bitcoin, maar dan alleen voor stortingen en 2 voor opnames. Ja. Zodat ze zekerder zijn dat het geld dat opgenomen wordt ook daadwerkelijk terecht is opgenomen. Ja. Dus daar zit dus nog een verschil in. Naar de klant toe zijn ze dus nog wat iets risico-averser. Nou, op zich wel te begrijpen is misschien. Ja, naar buiten toe. Kijk, naar binnen toe kunnen ze natuurlijk gewoon leien. Ja. Ze hebben een pool van Bitcoin.
daar kan die ene deposit die misgaat wel... Het zou maar zo kunnen zijn dat als jij jouw miljoen bitcoins deposit, dat ze wel een paar meer confirmations afwachten. Ja. Ik vermoed dat daar wel... Het zou een soort threshold misschien zijn. Dan bent het samen met die Binance. Die hebben nu ook die... Ik ben al een hele poos aan het zoeken naar die YubiKey. Niet aan het zoeken, ik moet hem nog steeds bestellen. Ja, want wat is dat? Leg dat ja, dat is eigenlijk een hardware device waarmee je je two-factor authentication kan managen. Dus iedereen of veel mensen zullen die Google Authenticator hebben op een telefoon. Waarmee je eigenlijk een unieke code hebt. Oh, ik zie hier al iemand uit zijn zak iets graaien. Ja, hier is die. De YubiKey. Is dat de 5? Geen idee. Waarschijnlijk. Dat is de USB-C-versie. Ja, dat zou wel eens kunnen. In ieder geval, hè, dat is een apparaatje die genereert een random code en die stuur je naar de website waarmee je eigenlijk valideert van ik ben echt deze persoon. Mm-hmm. En wat je veel leest is dat mensen gesim-hacked worden of geswapt. Hè, dus dan belt iemand van ik ben Bart Mol en ik wil graag mijn simkaart veranderen of ben gestolen, weet ik veel. Ik heb een nieuwe kaart, zet het alsjeblieft over. En als je dan ook je Gmail gehackt hebt, dan kan ik dus eigenlijk gewoon inloggen. Nou, als ik dat hardwarekaartje bij me heb, ja, dan moet je dus ook dat fysieke stukje hardware ook nog eens hebben. Nou, ja. Voor 15 haal je dat op Amazon of weet ik van waar. Maar Binance werd nog niet ondersteund. Maar dat is ook sinds 2 weken. En dat was aan de hand ook van die 7000 Bitcoin hack. Want toen announced die al van, ja, we gaan security mesh toepassen. En zeker op het inloggedrag van two-factor. Dus dat als dat zo op die manier naar buiten komt, dan bevestigt wel dat ook gewoon een lek was op dat gebied richting die 7000 Bitcoin van mij. Maar Peter, ook omdat jij dat ding hebt... wat is nou het voordeel ten opzichte van Google Authenticator, om een voorbeeld te geven? Ik gebruik dit ding alleen zakelijk. Dus niet voor privé gerelateerde dingen. Ja, kom ik zo op terug. In ieder geval wil ik ook nog even noemen, voordat ik dat vergeet, aan iedereen die luistert, om sms als second factor... echt de deur uit te doen. Hè, want je zit daarmee, je hebt daarmee gewoon echt wel een veiligheidsrisico. Ja, ons laatste heel artikel over... Klopt. Toch, volgens Klopt. Mij, zal ik langskomen. Er is ook in Nederland... zijn er mensen die via de telecomprovider proberen controle te krijgen over je telefoonnummer. Ja. En SMS is ook niet versleuteld, toch? Klopt, het gaat onversleuteld door de ether. Het is... Ja, je doet jezelf echt tekort als je dat blijft gebruiken voor je veiligheid. Het voelt veilig, maar het is echt niet veilig. Ja, zeker omdat er goede alternatieven zijn. Nou, het is veiliger dan niks, weet je. Dus je moet natuurlijk wel echt getarget worden met specialistenapparatuur. Hè? Ook dat onderscheppen. Het kan allemaal. Maar als je het niet hebt, dat is per definitie onveiliger. Want dan hoef je alleen in te loggen met een wachtwoord. Ja, dat is per definitie. Ja, tuurlijk. Dat is, als je veiligheid serieus neemt... is alleen een wachtwoord gebruiken sowieso geen optie. Ja, dus gaat het over bankzaken of financiële zaken... Of een applicatie waar veel persoonlijke gegevens doorheen gaan... e-mail bijvoorbeeld, gebruik altijd 2 of zelfs meer factoren... dus manieren die je kan opvolgen om in te loggen. Iets wat je weet, je wachtwoord, iets wat je hebt. Bijvoorbeeld zo'n YubiKey. En dat is het voordeel, een fysiek object aan je sleutelbos... iemand moet bij jou in de buurt komen om dat ding te hebben. Dus de drempel om dan alsnog het slachtoffer te worden van een hack of iets dergelijks... is dan wel heel erg hoog. Ja. Dat kan nog steeds. Als je echt interessant bent en je hebt echt een enorm portfolio en dat is bekend... Ja, dan zijn er allerlei manieren waarop je er alsnog het schip in kunt gaan. 100% veilig bestaat niet. Maar zo'n YubiKey, ja, dat is die drempel. Je maakt hem zo hoog dat de kans heel klein is dat jou overkomt wat heel veel mensen wel overkomt. Die bijvoorbeeld sms gebruiken of helemaal geen second factor. Ja, je leest er online heel veel verhalen ook over. Mensen die echt slachtoffer zijn geworden en die ook zeggen, ja, ik heb het gewoon onderschat. En die zegt, ja, mijn telefoon was opeens offline of ik kreeg opeens mailtjes, maar eigenlijk niet bij stilgestaan. En dat je een godsvermogen Binance hebt staan... Ja, of voor jou niet eens een godsvermogen. Sommige mensen doen jaren over het verzamelen van 0,1 bitcoin. Gewoon omdat ze misschien niet veel te besteden hebben. Ja. Maar dat gaat dan wel allemaal weg. En, ja. En ze zeggen bij beveiligen altijd... als er een leeuw achter je aan zit, hoef je niet de snelste te zijn... als je maar niet de langzaamste bent.
En ja. Dus degene die het makkelijkste hacken is, die wordt als eerste gepakt. Dus als je gewoon zorgt dat je moeilijker bent dan gemiddeld. Net als ja, met dan... fietsen eigenlijk. Toch? Ja, daar kijken ze toch ook altijd naar een rammelslot of een trapslot, weet ik veel wat heet. Weet je, die accesloot, als je een goede schop tegenaan gaf, klapte ze al open. Ja, maar als je appartementje hebt, altijd bij de buurman even kijken wat voor sloot die in zijn deur heeft. Dan... Eén ster meer. Dat En nee, om maar... even terug te komen op die vraag, is het beter dan zo'n Google Authenticator? Op zich ook goed dat je dat even aankaart, want dat is wel de Google Authenticator en dat protocol dat erachter zit. Google is een van de manieren om van het protocol gebruik te maken. Is een hele toegankelijke en makkelijke manier voor mensen die nu sms gebruiken om daarop over te stappen. Als je een smartphone hebt, dan is het met een paar tellen gebeurd. Dus doe dat vooral. Nou, verschil is vaak dat zo'n authenticator op een apparaat staat met internetverbinding. Dus je kunt een klein beetje vergelijken met een hot versus cold wallet-achtige situatie. Precies, ja. Die YubiKey heb jij, heeft geen internetverbinding, kan niemand bij je, tenzij die van je sleutelbos afhaalt. Ja. Zo'n authenticator staat in een app, op een apparaat met internetverbinding, maar stukken veiliger dan sms. Ja. Ja, maar oneindig veiliger dan sms. Nee, precies. Nou ja, kijk, het is denk ik goed om te vermelden dat die authenticator app draait natuurlijk wel lokaal. Dat is ook het grootste gevaar voor veel mensen, want die, weet ik veel, kopen een nieuwe telefoon... installeren of halen van de cloud, zeg maar, al die apps weer op. Maar jouw instellingen staan er niet. Dus al je keys en ben je kwijt. Nou, is Binance inmiddels wel zo groot dat de klantenservice je daar gewoon bij kan helpen. Maar goed, die QR-codes die je aan het begin krijgt, die moet je dus wel ergens bewaren. Klopt. Wat ook weer een risico met zich meebrengt natuurlijk. Maar goed, dat is weer iets los. Maar goed, is het goed om in de gaten te houden dat als je die Authenticator app hebt. Ja, als je nog een oude telefoon hebt liggen, scan daarmee ook meteen even die QR-codes. Dan heb je het in ieder geval op twee telefoons, om een voorbeeld te geven. Je hebt binnen het gebruik van Authenticator apps ook weer een gradatie van veiliglijd. Ja. Je hebt bijvoorbeeld de dienst Authy.com, ja, die heb ik ook gezien. Geloof ik. Die hebben wel de instellingen op een cloud staan. Dat is denk ik de allertoegankelijkste manier voor mensen om te starten, om te migreren van sms naar iets veiligers. Ja. En met als voordeel dat ze niet zomaar die keys kwijtraken inderdaad. Want dat is inderdaad een risico. Als je het op je telefoon zet, je krijgt een nieuwe, zet het over, die oude heb je niet meer of iets dergelijks. Ja, dan ben je ineens je toegang kwijt. Ja, dat is in de meeste gevallen nog wel overkomelijk als het om een Nederlands bedrijf gaat. Maar als het net die ene exchange was waar je geld had staan in... ver weg is dan, ja, dan is het soms lastiger om weer toegang te krijgen tot je account. Dus je moet, ja. Het is iets waar je goed over na moet denken, je eigen veiligheid. Ja, en dat is niet alleen op cryptogebied overigens. Nee. Dat is eigenlijk heel je online identiteit. Ja, maar het is grappig, want ik ben echt met een soort online campagne bezig om overal mijn wachtwoorden te resetten. En weet ik veel wat, dus alle belangrijke wachtwoorden op websites zijn wachtwoorden. Nou ja, geen idee wat de eerste letter of cijfer of überhaupt is. Maar met LastPass en al dat soort zaken gewoon bezig. En eigenlijk is dat, hoe meer we het erover hebben gehad, met al wat we lezen en met onze gasten, dan heb je dat besef en zeg je, ja, eigenlijk alles zit in mijn Gmail. Als je daar toegang tot had, ja, dan ben je, kun je gewoon faken dat je mij was, want je kon alles. Volgens mij hebben we toen Johan precies, gehad daar begon Factor. Het. Nee, denk toen ik. Dat weekend daarna heb ik inderdaad LastPass aangeschaft. Toen ben ik alles langs gaan, behalve echte sites die me echt geen flikker doen. Ja, in een klote forum of zo. Weet je wel, dat heb ik lekker op het... Dat mag allemaal gehackt worden. Maar inderdaad, zeg maar, ik ben gaan denken van, wat is de kern? Precies. Ja, dat is Google, zeg maar. En het is echt een pain in the ass als ik nu een keer ergens met mijn Google account moet inloggen. Want ik krijg meteen 5 mailtjes en ik moet mijn authenticator en ik moet via... Nou, allemaal tig dingen. Maar weet je, dat is wel, als je daarbij kan, weet je, alles staat eraan gelinkt. En... Weet je, en je kan met LastPass, ja, weet je, tuurlijk, het zit in de cloud en whatever. En er zijn allemaal wel dingetjes op aan te merken. Maar ik heb nu wel overal gewoon wachtwoorden van 25 of 30 karakters op staan. Ja, dan kom je er ineens achter welke bedrijven slechte wachtwoordbeleid hebben. Hè? Ja. Ja, want dat dus, dat, want ik wilde bij ING dus ook mijn wachtwoord veranderen. Nou, dat was echt een wachtwoord, super simpel eigenlijk. Daar lusten de honden geen brood van. Maar... En ik weet niet of jullie dat weten, maar ik heb het ook eigenlijk nog niet opgezocht waarom dat zo is. Maar ik kon bijvoorbeeld geen apenstaartje gebruiken of dat soort tekens in mijn wachtwoord. Vind ik toch raar. Waarom belemmeren zij mij of dat soort bedrijven mij in wachtwoorden zo sterk als ik wil? Hebben jullie daar een idee van? Of is dat dan met beveiliging dat je daarmee commando's kan uitvoeren of zo? Of wat? Ja, ik heb echt geen idee. Ja, ik denk dat het om legacy systemen gaat.
Maar ja, nou, er is technisch vraag, gezien echt geen enkele reden om gewoon alle karakters toe te staan. Nee. Ja, dat is, dat... En wat ook heel irritant is, dat ze zeggen maximaal 20 karakters. Ja, dat, ja. Dat is daar dat dus is heel slecht, hè? Want eigenlijk wil je gewoon wachtwoorden genereren van 50 karakters. Nou, wat sowieso wat ik grappig daaraan vond, is dat ik een tijdje terug iemand van het... ja, ik weet niet, iemand van het Nationaal Comité Wachtwoordbeleid of zo. Nou, dat bestaat natuurlijk niet helemaal, maar dat was wel... Die hield zich daarmee bezig van wat een of andere... security firm, ik weet niet, misschien Fox IT of zo, whatever. En die zei dus van, joh, we hebben jarenlang eigenlijk het foute voorbeeld gegeven van de meest complexe wachtwoorden met allemaal verschillende tekens en noem maar op. Hij zei, wat je eigenlijk wil is dat iemand iets wat te onthouden is, een zin het liefst, die nergens op slaat voor de rest. Iets van, de aap trekt aan de microfoon en gooit hem uit het raam. Iets dat is sterker. Zeker als je er nog een paar gekke tekens in kan verwerken, is sterker dan 8 willekeurige tekens. Omdat dit gewoon veel zeker, langer is en qua brute force attacks veel minder. Vond ik wel een grappig inzicht. Maar ja, toen had ik juist net alles lopen veranderen in juist die moeilijke dingen. Maar het is dus ook de lengte van je wachtwoord. Ja, maar je lastpas, die heb ik ook op zo'n manier gedaan met zo'n bizar gekke zin. Dus... Ja, maar dan zeggen ze van het is uit te spreken, maar echt zinnen zijn het niet. Nee, precies. Het slaat helemaal, nergens op. Maar de rest, dat scrambled hij dan, ja. Ja. Okay. Nee, interessant. Maar goed, het is wel een pain in the ass om te vinden, want hij scant je Google Chrome en alles en gaat hij kijken waar heb je accounts. Ja. Nou, je komt erachter op accounts, denk je, wat is dit? Wat heb ik daar ooit te zoeken gehad? En ja, dan log je in met die gegevens en het account is dan soms nog actief ook. Ja, denk ik, jongen, dat wachtwoord achter dat account gebruik ik best voor veel plekken. Ja, nee, klopt. Het is echt goed om te doen. En ik vind LastPass, weet je, er zijn nog tegen anderen die ook prima zijn. Ik vind het echt een verademing wat dat betreft. Hey, ik zal nog even te kijken hoor. Jij hebt nog wat andere Binance. Nou, Binance heeft margin trading. Ja, nou, dat hebben we het al een keer over gehad. Dat is allemaal live. Dat is leuk als je snel je geld wil verliezen of heel veel geld wil winnen. Ja, daar hebben we het al een keer. Maar ja, 3 keer max zit, uiteindelijk is het geworden. Oké, nou dat is nog enigszins te behappen. Ja, en ze hebben Dogecoin, Dogecoin gelist. En dat is natuurlijk wel grappig, omdat dat natuurlijk de start van het alt-season zou moeten betekenen. Want Dogecoin is altijd de eerste die omhoog gaat. En die ging 30% na die listing, dus... Ja, hij maakte CZ maakte er zelf ook een beetje een geintje van, volgens mij. Hij verwees nog naar die Elon Musk, dat hij kort de CEO was natuurlijk. Ja, was een geinig, ja. Hey, iets anders wat ik ook langs zag komen, en dat vond ik wel interessant, is dat Blockstack en... dat is een ICO, of die hebben wel iets van ICO fundraising gedaan, maar die zijn nu de eerste, ja... REC A plus compliant token offering. Dus eigenlijk door de SEC goedgekeurde... token offering. Is het de eerste? Ja, ja, nou, dat stond in het one of the first staat hier, dus het zal waarschijnlijk. Maar in ieder geval, het komt er dus op neer. Ik heb het even zitten lezen. En dat REC A plus platform, daar kunnen dan kleinere bedrijven tot 50 miljoen dollar ophalen van retail investors. En dat is wel een dingetje, want in Amerika waren het natuurlijk altijd, hoe noem je die gasten ook alweer, de accredited investors. Oh ja. En dat kon alleen maar als je kon laten zien dat je al jarenlang op Wall Street traden of meer dan een ton bepaald inkomen had. Ja. In ieder geval niet mensen zoals jij en ik. Dat denk je? Nou, op dit moment, misschien een jaar geleden, maar op dit moment zitten we daar ruim onder. Nee, maar dat is dus dat platform en dat is wel geinig, vond ik. Omdat ze ook een beetje zeggen dat, nou, Blockstack is nu nog wel een utility token aan het verkopen. Maar dit zou natuurlijk een mogelijkheid kunnen zijn om daadwerkelijk equity, dus aandelen, te gaan verkopen in tokenized vorm voor wat kleinere bedrijven in plaats van de grote IPO's van deze wereld. Dat is natuurlijk wel een interessante. Het gaat hier nu om 28 miljoen die ze op willen halen. Maar wat ik dus weer dacht, nou, positief artikel, hier ben ik wel enthousiast over, waar ik dan weer helemaal geen reet van snap, is dat ze dus al schijnbaar 47 miljoen in een token sale in 2017 hebben opgehaald. Dus ik kon niet eruit halen waarom de SEC dit dan goedkeurt, terwijl ze wel gewoon, volgens mij gewoon al iets van ICO of pre-sale hebben gedaan in 2017. Dat vond ik vreemd. Ja, geen idee. Ja, dit is precies iets waar je op in zou willen zoomen. Ja, ja. En dat kon ik er niet echt uithalen. Het is op zich wel typisch dat zo'n artikel dan daarmee eindigt. Ja.
Ja, dat was het. Dus een cliffhanger en dan, tijd is op, de groeten, volgende artikel. Nee, maar dat is wel zo inderdaad een goede vraag. Maar hoe gaat dit aangeboden worden, deze token sale? Want dat zal niet via een initial exchange offering gaan dan, toch? Of nee, dat... Op welke exchange of welk handelsplatform gaat dit faciliteren? Ja, dat volgens mij moet dat... het is gewoon... voor mij moet het gewoon uiteindelijk op de Binance en Coinbase, misschien Gemini of zo. Ik weet het niet. Het is wel de bedoeling dat dit op crypto exchanges gaat komen. Voor zover ik weet. Ja, Gemini misschien. Ja, die hebben nog niet echt initial offerings gedaan. Nee. Nee, ja, dus dit was de informatie die er was. Alleen, kijk, wat ik interessant vind, en daar hebben we het al vaker over gehad, zeg maar. Wat is er nou, wat was er nou mooi aan ICO's en wat kan er nou een toekomst in zijn? En je kan het ook over STO's en noem het maar op hebben. Kijk, zeg maar, het gat tussen niks en een IPO is nogal groot, zeg maar. En als je daar iets in kan vinden wat daartussen ligt, waar kleinere bedrijven ook wat op kunnen halen, en dat de investeerder daar ook enigszins wat rechtsbescherming heeft en iets van een iets met equity of een aandeel of een bepaald recht in ieder geval terugkrijgt, is hartstikke interessant, denk ik. Hoeveel haalt de gemiddelde IPO op? Heeft iemand daar een idee? Geen idee. Veel wisselend, denk ik. Ik heb geen idee wat gemiddeld is. Nee, maar alleen de kosten aan adviseurs en juristen is al zo enorm. Dat doe je niet voor 10 of 20 miljoen. Nee, maar de grap is volgens mij... legal, ook al zou je een STO doen, dan zou je denk ik nog heel veel van die legal kosten boven een bepaald bedrag nog steeds hebben. Hè? Want die legal kosten, zeker bij adviseurs, ja, toevallig is het dan niet de traditionele IPO, maar een STO. Nou, maar het misschien zelfs duurder. Nou, dat was dus een beetje, dat kwam in dat artikel terug. Dat is wel grappig, ze hebben 2 miljoen uitgegeven aan het geintje. Ja, aan die licentie bij de SEC, hè? Ja. Ja, maar je betaalt toch niet voor een licentie? Dat zou dan toch ook de kosten gewoon die je zelf daaraan... Dit zal wel alles zijn. Maar goed, in ieder geval, dat kost best wel wat geld. Alleen, dus misschien voor een start-up of voor een heel jong bedrijf is dit niet het meest interessante. Maar er zit best wel veel gewoon tussen de echt grote jongens die een IPO gaan doen en bedrijven die gewoon wat extra kapitaal op willen halen. Ja, ik vind dit wel een interessante ontwikkeling in ieder geval naar wat meer... Ja, iets tussen de STO's waar we het wel eens over gehad hebben. Nou, grappig, voor mij komt een beetje aan over van ja, dat ze vergunning hebben op of tenminste een approval hebben om dit te doen op deze nieuwe tokens. Ja, je geeft een beetje het idee dat die oude token sale ook dus voldeed aan alle wetgeving. Dat deed hij ook. Dit was een onder Reg D was dat. Dus het was aan Incredited Investors geweest. Oké. Dus nu, dat was zeg maar grote beleggers. En nu willen ze dus kennelijk ook kleinere investeerders laten meedoen. Kijk, en wat ze allemaal zoeken, dat geldt voor Europa ook, is iets tussen IPO's en het crowdfunding. Ja. Het crowdfunding is eigenlijk heel matig geregeld. Je mag eigenlijk doen wat je wil. Het is tot 1 miljoen, geloof ik, in de Verenigde Staten. Nou, en dan iets daartussen, dat is dan die A+, kennelijk. Ja, dus je hebt daar verschillende gradaties in zo'n... dus jij hebt het over Reg D, dus een D, even voor de duidelijkheid. En dat is dus alleen voor die accredited investors. En nu hebben we Reg A+, en daar mogen dus ook de retail investors meedoen. Dus daar zullen ze wel aan wat strengere vereisten moeten voldoen, denk ik. Ja, weet je, ik vind het interessant en ik denk dat een goede stap is. Ik vind het is nog steeds een beetje... Ze krijgen nog steeds utility tokens terug, die investeerders. Het zou natuurlijk mooi zijn als je daar dus op een gegeven moment een token terugkrijgt waar een aandeel aan hangt. Of in ieder geval een gedeelte van aandeel. Security tokens. Nee, utility tokens. Of in ieder geval, het zijn echt tokens waar die op dat Blockstack platform dus gebruikt kunnen worden. Ja, ze noemen inderdaad utility tokens this time around. Zo, dus ja... Ja. Bijna impliceert dat de eerste keer wel een security. Nee. Wat er in het artikel gezegd wordt, is dat deze Reg A+ manier van geld ophalen, dat zou kunnen gebruikt worden voor security tokens. Hmm. Maar this time around, dus gewoon bij Blockstack in dit geval, gaat het om utility tokens. Nou, ik ben heel benieuwd waar ze het aan gaan bieden. En want dat geeft ook het een beetje... kijk, als dit echt gereguleerd is en het geeft die approval... En ook de KYC-procedures en alles omheen worden daarmee goedgekeurd op het platform waar het wordt gedaan. Dat is denk ik wel heel interessant naar de toekomst toe. Dus daardoor is dit wel een heel interessante sell of tenminste verkoop. Wanneer gaan ze het doen eigenlijk? Heb je dat? Nee. Oké, dus het bericht is inderdaad heel kort. Op ICO drop stond in een uur en dat was een aantal uur geleden. Dat lijkt me stug, maar wie weet. Laten we het even gaan uitzoeken. Dan komen we er gewoon op terug als we meer hebben gevonden. Ja, lijkt me interessant goed. Interessant wel, ja.
Ja, nee, ik vond het best wel interessant om te zien inderdaad. En ik ben benieuwd hoe dat zich uit gaat vouwen. Ja, wij zijn vorige week hadden wij natuurlijk een special. Dus toen hebben wij een nieuwsberichtje gemist. Wat ik nog wel eventjes wil aanhalen om het nieuws mee af te sluiten. Maar ik denk dat we hier nog wel een tijdje over door kunnen. En dat ging over het verbieden van de contante betaling boven de 3000 euro. Ja, is het nou een wetsvoorstel of is het al daadwerkelijk er doorheen? Ik heb dat niet helemaal... Voorstel, voor zover ik het weet. Een voorstel? Ja, okay. Ja zeker. Oké, okay, dus het is nog niet definitief, maar volgens mij zat er wel een serieuze lobby achter, zeg maar. Voor mij was het niet een of ander iemand die wat opperde, maar het is wel daadwerkelijk, wat jij net zegt, echt een wetsvoorstel. Ja, nou, het belangrijkste is dat er dus contante betalingen boven de 3000 euro aan bedrijven, dat is wel goed om toe te voegen, dat wordt dus verboden. Waar dat nu nog is, tot 10.000 euro mag dat gewoon en daarna mag het nog steeds, maar dan moet je het wel melden als bedrijf. Hè? Dus als ik een bakker ben en iemand koopt voor 10.000 euro broden bij mij, dan moet ik dat melden. Maar dat mag dus dan straks niet meer. Dat moet allemaal gepind worden of op een andere manier elektronisch betaald worden. Nou, er zitten nog wat andere dingen aan. Het ging ook om het afschaffen van het 500 euro biljet en dat soort dingen. Nou, daar was best wel wat commotie over. Er werden ook best wel theorieën achter gezocht. Bijvoorbeeld verteld ze zeggen dat het tegen witwassen en dat soort dingen is. Hè, wat we wel vaak horen, er wordt ook gezegd van nou, dit is de eerste stap naar het afschaffen van cashgeld. Het valt om de stap van een nationale aanpak witwassen. Dus het is echt daarop gericht. Ja, ja en dat is wat ze zeggen. Hè. Dat hoorde je uit de community heel erg terug. Mm-hmm. En daar kwamen dan weer de theorieën uit van nou, dit is de eerste stap naar het helemaal weghalen van cashgeld. Of als we het cashgeld weghalen en de rente is zo laag en wordt negatief, dan kunnen mensen geen bankrun meer doen. Nou, ik heb van alles gehoord. En nou, ik wilde me gewoon eens ingooien. Ik ben wel benieuwd hoe jullie hierover denken. Wijnand, ja, ik kijk voornamelijk even naar Peter, want die heeft hier echt een stuk geschreven. Nou, dat is gewoon een boek dik. Nee, maar ik ben wel benieuwd, want jij hebt denk ik veel meer ingediept. Ja, dat stuk wat ik heb geschreven, dat is meer een weergave van wat er is voorgesteld. Dus hoe men er tegenaan kijkt. En het is niet echt een opinierend artikel. Nou, zet hem eens om in een opinie, als dat live lukt. Ja, ik heb wat dat betreft niet van die hele stevige meningen. Kijk, ik zie wel de eeuwige strijd tussen privacy en dit soort thematiek. Hè? Dus digitale betalingen en toezicht daarop. Je ziet heel duidelijk dat onder de vlag van witwasmaatregelen en het risico op financiering van terrorisme. Dat er heel veel verregaande maatregelen worden voorgesteld en waarschijnlijk ook worden doorgevoerd via internationale gouvernementele organisaties zoals de FATF. Wat dat betreft zijn er wel veel dingen die aan het gebeuren zijn. Het lijkt haast georchestreerd waar dit heel goed in past. Ja, dus ik snap wel dat er een groep mensen is. Ik weet niet hoe groot die groep mensen is, maar ze zijn in ieder geval vocaal. Stellen van, hey, wat hier gebeurt, dat is niet kosher. Er worden wetten en regels naar binnen gefietst via de achterdeur. We hebben geen inspraak in de totstandkoming van die regels. Nu gaan we van een meldplicht voor bedragen boven de 10.000 in één keer naar een cashplafond toe van 3.000. Dat is al een hele grote stap. Waarom zouden we dat doen? Heeft dat misschien iets te maken met al die discussies en regeltjes die buiten ons land worden besproken? En via Europese richtlijnen of via andere organisaties en achterdeurtjes naar binnen toegebracht worden, binnen Nederland komen. Ja. Maar volgens mij, juist deze zijn toch vele malen strikter dan al die andere initiatieven. Of die FATF en dat soort initiatieven hebben toch nergens die grens van 3.000 cashless nee. genoemd? Nee, omdat die puur op crypto gericht is. Nee, dus nee, dat is per definitie... Nee, meer dan dat. Dit soort... de ontwikkelingen op dat gebied worden... Die brug wordt snel geslagen. Dus wat mensen zien, zeker in de crypto-community, zijn
doemscenario's over regelgeving met betrekking tot wat wel en niet mag. Dus hoe je je geld mag gebruiken. En daar is dit in het verlengde ook een voorbeeld van, maar dan weer vanuit een hele andere kant gezien, namelijk cashgeld. Maar even tussendoor, dat hele VATF gebeuren ging toch over die virtual asset service providers? Ja, maar onder andere. Onder andere, ja. Ja, oké. Nee, kijk, wat de VATF doet, die heeft een x-aantal aanbevelingen. Mm-hmm. Ik weet niet precies hoeveel het er zijn, 40. En die gaan in de hele breedte over maatregelen die genomen moeten worden, of dat wordt geadviseerd, zijn aanbevelingen, in het kader van witwassen en terrorismefinanciering. En dat is een heel politiek schouwspel waar allerlei landen aan deelnemen. En hun manier om dat te reguleren is om de landen elkaar te laten beoordelen. Dus over een tijdje komen er 3 afgevaardigden van de VATF komen naar Nederland toe om te kijken hoe goed wij al die nieuwe aanbevelingen geïmplementeerd hebben. Mm. Nou ja, dat zit in dit voorstel verweven. Hè? Want dat verbod op contant geld van 3K, dat plafond, dat is maar 1 stukje van wat er voorgesteld is. De aanbevelingen die nu recent zijn aangenomen als definitief, dus die worden verwerkt in die richtlijnen. Daarvan zitten hier ook al extra maatregelen in het plan van aanpak. Nou ja, Nederland zou Nederland niet zijn als we niet het beste jongetje van de klas zijn. Hè? Dus in ieder geval ogenschijnlijk. We zijn niet overal heel braaf in. Volgens mij zijn onze belastingtarieven nog wel eens een discussiepunt met firma's. Maar... Ja, zeker. Maar goed, ja, in dit geval zijn we er snel bij. En eigenlijk allemaal zonder, en dat is denk ik waar een deel van de kritiek vandaan komt, zonder dat men, of dat nou het bedrijfsleven is, of taakgroepen, taskforces in Nederland, die zijn ingesteld om over dit soort dingen, over deze thema's te praten met elkaar, die zijn ogenschijnlijk allemaal gepasseerd in de totstandkoming van dit voorstel. Het is nog geen wetsvoorstel, hè, dus het is eigenlijk gewoon nog een, kijk, dit zijn we van plan. De discussie aanwakkeren. Maar ja, goed. Maar dat is denk ik ook het is een beetje lastig, want dat is een beetje het manco van een gekozen democratie of whatever, wat hebben. Ik bedoel, je kiest vertegenwoordigers en die gaan beslissingen voor jou nemen. Ja, weet je, en dat ze jou niet consulteren bij alles wat ze doen. Ja, weet je, maar dan krijg je weer zo'n VATF, een orgaan van daarbuiten, wat niet, of de EU van my part, whatever. Iets waar ik niet direct voor gekozen heb, die met een aanbeveling komen, die mijn gekozen, maar dan... Die het opleggen eigenlijk, hè? Ja, die het eigenlijk opleggen. Dus dat is een lastige. Ja, ik vind het ook met dit hele verhaal, ik snap wel wat mensen... Kijk, voor mij persoonlijk zijn er een paar dingen. Ik denk, persoonlijk gezien, echt, ik zat te denken, wanneer heb ik voor het laatst met cash betaald? Nou, toevallig vorige week, omdat er een of andere... Ze stonden voor het Sophia Kinderziekenhuis in de Albert Heijn te geld op te halen. Doneren. Ja. Nou ja, niet, ja, ik stond te doneren inderdaad, ja. Uiteindelijk. Mm-hmm. Maar goed, die wilde alleen cash op de een of andere manier. Dus, maar dat was echt, denk ik, voor het eerst in... Nou, ik denk echt 2 jaar dat ik cash in mijn portemonnee had. Ik gebruik het ook dus helemaal niet meer. Maar dat is natuurlijk ook niet per se het punt van dit verhaal. Maar ik denk dus dat de maatschappelijke implicatie van dag tot dag... Dus ik vind het argument van ja, dat is voor veel mensen zo onhandig. Ik denk dat wel meevalt. Ik denk niet dat heel veel mensen hiermee... Maar dat is punt 1. Ik maak nog heel even punt 2. Is dat het, kijk, nu heb je een land en een regering... wat naar mijn inziens, hoe ik het meemaak, goed... matig tot goed functioneert. Maar ik neig persoonlijk naar goed. Prima. Weet je, als je dit soort wetten en dingen in gaat stellen... het is wel een beetje slippery slope en nog wat en nog wat... en je merkt het niet in je dagelijks leven... en straks hebben we helemaal geen cash meer en dat is prima. En dan zie ik die conspiracy-theorieën die ik nu een beetje langs hoor komen... die nu een beetje klinken als anarchisten... die in een donkere grot een beetje doemscenario's aan het roepen zijn... Waarschijnlijk gebeurt het niet, maar er is een kans dat er wel iets gebeurt. En als je dan dit hele ding
in stand hebt gebracht. Wat je dus in Hongkong bijvoorbeeld zag, dat mensen opeens met cash hun treintickets willen kopen, omdat anders de overheid kan zien of ze aan het demonstreren zijn, ja of nee. Als je in zo'n situatie terechtkomt en dan is opeens al het cash de 10 jaar daarvoor weg gereguleerd eigenlijk. Dat risico zie ik ook wel. En dat is wel gevaarlijk. Ja, kijk, ik denk dat dat dit soort sentimenten gewoon, die zijn emotie gebaseerd, vermoed ik. Het gaat over een gevoel bij een perceptie van de richting waar het naartoe gaat of zo. Hè? Van, joh, het wordt een surveillance staat. Hè? En zo zitten er allerlei emoties achter. Soms ook vanuit materie die misschien helemaal niet direct aan gerelateerd is. Ja, en dan ontstaan er verhalen. Maar goed, los daarvan. Er zijn heel goed onderbouwde kritieken en ook gewoon wetenschappelijk onderzoek voor mensen die daar veel waarde aan hechten. Die op hoe dingen gebeuren en hoe ze tot stand komen, bijvoorbeeld het functioneren van de FATF of hoe nuttig het is, zo'n cashplafond. Daar zijn inhoudelijk best wel wat dingen op aan te merken. Kijk, dat is niet waar het sentiment uit voortkomt. Maar dat zijn wel stukken die meer mijn mening zouden beïnvloeden over hoe dingen gaan. Ja. Bijvoorbeeld zo'n cashplafond. Een deel van dat voorstel is gebaseerd op onderzoek van de EU. Nou, dat hebben ze laten doen in het kader van onderzoek naar maatregelen tegen terrorismefinanciering. Dus daar was het op gericht. Nou, uitkomst van dat onderzoek. Dat het instellen van een cashplafond niet nuttig is in de context van terrorismefinanciering. Nou, klaar. Dat is dus niet interessant. We bevelen dus niet aan om een cashplafond in te stellen. Dat wordt dan gebruikt als argument dat dit niet nuttig zou zijn. Maar de context was anders. Ja. Een cashplafond is wel nuttig. Althans, dat vermoeden die onderzoekers als het gaat om witwassen. Daarbij hebben ze wel heel veel kanttekeningen. Waaronder dat ze niet weten wat de kosten ervan zijn. En bijvoorbeeld kosten van toezicht. Of de kosten op de economie. Hè, wat voor soort betalingen zit je dan in de weg? Ja, is maar de vraag. Kijk, en dat soort kritiek wordt dan weer niet in dat plan van aanpak behandeld. Van waarom stellen ze het cashplafond in? En waarom op deze hoogte? Wat is dan de achtergrond? Ja, ik weet het niet. Kijk, en dat vind ik wel vrij karig voor een bestuurder van het land. Ja. En ik vind dat er mensen moeten zijn in die Tweede Kamer die zeggen, ho, 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 dat gaat zomaar niet, want we hebben hier te maken met de privacy en van onze burgers die wij vertegenwoordigen. En voor privacy is het fundamenteel dat je dingen kunt kopen waarvan het niet voor iedereen zichtbaar is dat je het koopt. Of het nou het lidmaatschap van een milieuactiviste is, of je gift aan een kerk, of whatever. Het gaat er niet om dat het geheim is, maar dat je het recht hebt om te besluiten of het wel of niet zichtbaar is voor iedereen. En daar lijkt niemand in die Tweede Kamer zich druk om te maken. Ze maken zich overal druk om, maar de privacy van de burgers lekker belangrijk. Weet je, en dat vind ik wel pittig. Dat ik denk, ja. Wat dat betreft zijn ze wel een goede afspiegeling van. Je kan gewoon aan de kant de microfoon eventjes. Nee, wat dat betreft zijn ze een goede afspiegeling van de samenleving. Want daar lijkt ook niemand zich druk te maken om hun privacy. Om het dan eventjes, hè, ik bedoel, ik deel heel erg je mening wat dit betreft. Maar ja, weet je, nobody cares over die hele FATF en 3K. Weet je, je hoort mensen in die crypto-omgeving er een beetje over, omdat die, nou ja, daar zijn beland om, nou ja, precies om dit soort... cyberpunk-traditie. Ja, precies. Bij privacy, ja. En ja, heel veel mensen interesseert het gewoon niet zoveel. Ja, je hebt niets te verbergen, hè? Ja, maar dat wordt als per definitie aangehaald, dat hè? Dat is een hardnekkige overtuiging die mensen hebben. En hetzelfde geldt voor, stel je zou het functioneren van zo'n orgaan als de FATF aan de kaak stellen. Dan word je al vrij snel neergezet als iemand die in conspiracy theories gelooft. Ja, maar nu ga je er al van uit dat iemand erover nadenkt en er wel overwogen keuze. Maar ja. Ik denk dat heel veel mensen er niet... Het komt niet eens in het hoofd op. Zeg maar dat er zoiets is als je online identiteit en... Nee, maar we beschermen mensen tegen alles. We zetten erop dat het niet gewassen mag worden op een temperatuur, of dat kinderen er niet in stikken. Overal moet een hek voor.
Je mag niet meer bellen op je fiets. Weet je, je mag ongeveer niks. Overal zitten rubberen tegels onder. Ja. Maar onze privacy, hoor, boeien. Weet je? Het is niet zichtbaar. Ik denk dat dat het grote verschil is met de dingen die jij nu noemt. Weet je, als ik mijn kind op een van de glijbaan afduw en hij flikkert er vanaf van 1,5 meter. En breekt zijn nek of zijn been, whatever. Ja. Weet je, dat is instant. Elk mens snapt vanuit een soort instinct bijna. Van dat van iets hoogs afvallen. Of niet naar de weg kijken terwijl je fietst maar naar je telefoon. Dat is gevaarlijk. Dat zijn gevaarlijke situaties. En het is je online identiteit. En dat er nu ergens, ik zat gisteren iets te kijken, was een beetje een sensatiedingetje. Maar het ging over Google Home. Dat die gesprekken opslaat. Maar dat is toch oud nieuws overigens? Dat hebben we al eens een keer eerder besproken. Oh nee, tuurlijk is dat oud nieuws. Maar dat is een beetje meer in het ding waar we nu in leven. Dat je niet beseft. Dat je het misschien wel weet, maar niet beseft dat als jij wat roept tegen je Google Home, dat er dus iemand ergens anders dat gewoon geanonimiseerd te horen krijgt en moet beoordelen voor het algoritme. Zeg maar, we hebben zelfs de mensen, denk ik, die ermee bezig zijn, niet het idee wat voor gestoord algoritme ze daar ergens in Silicon Valley aan het kweken zijn met al onze data. Ik denk dat het niet te bevatten is. Of wat ze opslaan. Wat ze daar aan het doen zijn. Dus maar even afwachten tot straks je zorgpremie omhoog gaat, omdat jij vlees hebt gekocht of patat hebt gekocht. Want dat weten ze allemaal als je pint. Ja. Ja, dus dat het komt vanzelf dat mensen op een gegeven moment denken, oh ja, privacy, misschien toch wel interessant. Ja, en dan, iets te laat, dan ja. Komen we erachter, dat hebben we ook al vaker over gehad, dat je als een soort paling in een fuik zit, waar je al het zevende klepje door bent gezwommen en gewoon niet meer terug gaat komen. Maar dat is wel een goed punt natuurlijk wat Bert aanhaalt. Onze privacy is nog redelijk recent in ieder geval natuurlijk, back in the days helaas wel, maar niet persoonlijk tegen je gebruikt of misbruikt. Maar, maar zodra dat gebeurt, dan zit het natuurlijk wel iedereen bij de top of mind van, hey, wacht even, alles wat ik heb gedaan is blijkbaar gewoon tegen mij te gebruiken. En ik denk, wat je nu ook wel hierop inhakend, ING hadden we toen toch besproken dat hij dat jouw betaaldata al intern wilde gebruiken voor hun eigen marketing. Ja. HBN deed dat blijkbaar ook al. Ja. En die hebben het gewoon niet bekendgemaakt. Nou, dat stond in hun voorwaarden, maar gewoon helemaal stil blijkbaar. Ja. Maar die hebben het allemaal, in ieder geval HBN kwam al met een outing in de, dat was volgens mij Tweakers, dat die hebben gezegd, oké, die zijn op de door de persoongegevens, autoriteit, persoongegevens, zijn ze op de vingers getikt. Hè, dus je ziet daar die strijd tussen de privacy first en persoongegevens, al dat soort zaken, tegen het commercieel gedrang. Ja, nee, dat is zeker. Alleen Over onze gegevens trouwens. Hè, dus zeker. Inderdaad een patatje wat ik af en toe haal of een keer iets anders, ja. Voor mij heb ik op dat moment een leuk patatje. Maar als mijn zorgverzekering daar het nog een keer omhoog door gaat. Nee, ja, wacht ik, even. Ik ben het met je eens. Alleen het verschil tussen de ABN en ING en weet ik veel, gewoon de bol.coms en dat soort bedrijven. Natuurlijk, die kan je aanpakken en dan zeggen van je mag je niet doen, whatever. Maar Google, Microsoft, Facebook, dat soort Amazon. Ik denk die vier een beetje. Weet je, die zitten we even op een another level wat betreft hoe gevangen je zit in dat platform. En daar kan je als regelgever wat tegen zeggen. Maar ik durf mijn hand ervoor in het vuur te steken dat als een van die vier plat gaat, dat er heel wat overheden echt in de shit zitten, omdat ze of een service bij Amazon hebben draaien, of van de G Suite gebruik maken. Whatever, weet je wel. En Facebook met WhatsApp, Messenger. Je gelooft toch niet dat al die politici alleen maar in een soort van afgeschermde omgeving zitten. Weet je, als die echt kwaad willen. En tuurlijk hebben ze end-to-end. Ik weet het allemaal wel, maar die hebben zo'n. Die zitten echt op een ander level qua gevoelige informatie die ze hebben, dingen die ze over ons weten. En dan kan je als regelgever wel zeggen, oké, dat mag niet meer. En tuurlijk zullen ze meewerken. Maar als je echt een doemdenker bent, dan op een gegeven moment zijn ze gewoon te groot. Dan zijn zij eigenlijk de overheid. Yeah. Dat is iets wat. Wat ik, ja, wat goed, ik... er is ook een heel, als het over doemdenken, het weet niet of zozeer doemdenken is. Alleen het is lastig verifiëren, maar er is natuurlijk ook een groep die stelt dat het überhaupt heel weinig uitmaakt. Omdat er allerlei overheidsinstanties zijn of schaduwinstanties die überhaupt alle gegevens hebben. Ja. En dan zijn dat soort regels eigenlijk meer voor de bühne. Maar goed, ja, dan ga je wel een beetje inderdaad de kant op van de alternatieve theorieën. Over Facebook gesproken. Die hebben van de week, ik weet eigenlijk niet precies wanneer het was, maar die hebben onlangs gereageerd op al die kritiek die op Libra afkwam. Ja. Dat was Davis, nou in ieder geval de blockchainbaas daar. En een van de onderwerpen waar die op inging was
kritiek of angst vanuit de overheid. De Amerikaanse bijvoorbeeld, hè, die hebben een brief gestuurd van... joh, ja, nu stoppen, want nou ja, we willen eerst met jullie praten. Wat gaan jullie doen? Hij zei ook letterlijk, was dat een bijzinnetje in een van zijn paragrafen... van dit is juist nuttig voor jullie... want jullie gaan meer inzage krijgen in hoe mensen hun geld besteden... als wij gebruikt worden. Ja. En daarin zie je ook dat stuk van privacy... eigenlijk gewoon gebruikt wordt als argument... richting toezichthouders, richting politiek... Ja. Om te zeggen van ja, dit is juist heel nuttig. Precies waar jullie stokpaardjes... namelijk die witwasregelgeving en toerismefinanciering... juist daarvoor is dit heel nuttig. Ja. En allemaal van dat soort feitjes en signalen die je krijgt als je oplet... Nou ja, dat begrijp ik dat er mensen zijn, als ze zich daarop baseren... die zeggen van, hey, dit gaat de verkeerde kant op. Ja. Nee, ja, eens over Libra gesproken. Ik zag daar ook een, dat past hier mooi bij namelijk. Ik zag een tweet van Tim Hofman. Nou ja, die heeft niet zoveel met crypto te maken... maar die tweet wel over Libra schijnbaar. Ik weet niet of jullie hem kennen, die doet wat YouTube dingen. Ja, ja, BNN, ja. Vara, ja. Geen idee. Ja, hij maakt zo'n YouTube-serie Boos. Dat is best wel een hit. En hij heeft voor mij bij De Wereld Draait Door... is hij nu aan tafel gast. Nou, dat soort dingen. Okay. Best een... ik vind dat wel grappig om... ik vind hoe doet hij altijd wel leuk... Anyway, die had getweet van, gaan jullie Libra kopen, ja of nee? Nou, hij heeft 150.000 volgers, dat was wel interessant. Er kwam best wel wat reacties op van mensen die niet wisten wat het was. Tot, natuurlijk, op een gegeven moment kwam de crypto community erachter. En dan was het alleen maar buy Bitcoin, koop Bitcoin, nee, want Bitcoin, nou, enzovoort. Anderen zeiden nee, want Facebook. Alleen het interessante hieraan, vind ik, is dat ik niet denk... Ik denk, nee, ja, als je dat zo hoort, ga je dat niet kopen. Weet je, maar ja... Weet je, als je zo Facebook hoort, hè, de waardepropositie ervan, maak een profiel aan en geef ons alles. En je kan bij je vrienden foto's zien. Dat klinkt ook niet echt als iets wat je gaat doen. Toch doen heel veel mensen het. En hier denk ik ook dat het kopen daarvan niet zoveel zin heeft. Maar op een gegeven moment, als dat hele ecosysteem die munt gaat pushen... en jij bij Uber korting krijgt als je Libra gebruikt... en jij bij Lyft korting krijgt als je Libra gebruikt... en als jij bij eBay gratis verzending krijgt omdat je Libra gebruikt... en als je bij Vodafone 5 gigabyte extra krijgt omdat je Libra gebruikt... Ja, maar voor de gebruikers is het ook heel prima. Dan gaan denk ik mensen die nu ook zeggen van... nee, ga ik absoluut niet gebruiken. Op een gegeven moment word je toch of gedwongen... of heftig gestimuleerd om het te gebruiken... Zeg maar, ja, weet je, als ik 5 gigabyte extra op mijn telefoonabonnement zou krijgen... om iets te zeggen, voor dezelfde prijs... misschien betaal ik dan wel met Libra in plaats van euro's. Ja, maar denk ook aan het belonen van gebruikers voor hun gedrag op Facebook. Nou, precies, of het ja. bekijken van een advertentie of het interacteren met mensen. Er zijn natuurlijk hele slimme modellen te bedenken. Ik las trouwens dat laatst... de Facebook van Latijns-Amerika ook iets soortgelijks gaat doen, dan wel met een eigen munt. Die hebben een soort kudo-systeem, dus van internetpunten. Ja. Dus voor het gedrag op dat platform zit iets van 24 miljoen gebruikers of iets dergelijks. Als je daaraan bijdraagt en je reageert, dan wordt je profiel... aangevuld met die kudo's, met die punten. En dat geeft je een status. Je krijgt extra voorrechten en dergelijke. Ja. En dat platform gaat ook cryptovaluta integreren. En ook gebruiken om dat gedrag dus weer te stimuleren. En die interactie, dus het engagement met het platform te verhogen. Daar een beloning tegenover te stellen. En wat kan je ermee? Ja, in eerste instantie waarschijnlijk vrij weinig. Want het is een redelijk lokaal gebeuren. Maar misschien kan je het gaan inwisselen of zij koppelen daar een webshop of iets dergelijks aan. Goed, je kunt je voorstellen wat de impact is van Libra als zij dat soort dingen gaan doen. Ja, er is een heel ecosysteem erachter. En het grappige is dat we in Nederland of in het Westen dan een beetje lachen om China met hun sociale puntensysteem en dat soort dingen. En al die face scanning die de overheid daar doet om te betalen en bij scholen naar binnen te komen. En daar lachen we om en zeggen, jeetje, die overheid die dat daar allemaal doet en... Hier doen we eigenlijk hetzelfde, of in ieder geval zijn we naar mijn mening in ieder geval aan het neigen om diezelfde afslag te nemen, alleen dan niet door de overheid, maar door de grote bedrijven. Hè, dus als jij op een gegeven moment met je Facebook-account of met je Google-account, als dat jouw online identiteit is en dat wordt overal aangekoppeld en
Dan kan je inderdaad ook zo'n soort sociaal puntensysteem krijgen. Als jij je online een beetje gedraagt op Twitter, krijg je punten. Die kan je bij Google gebruiken voor een cloud storage, whatever. Het hangt wel een beetje af hoe ze het doen. Hè? Want ik heb, volgens mij las ik ook dat die transacties daar niet terug te koppelen moeten zijn aan jou als persoon. Dus Bart die neemt de Uber-taxi naar huis. Dan krijgt Uber wel zijn transactie, die krijgt zijn coins. Maar dat zou op het netwerk niet terug te moeten lezen zijn. Nou, eigenlijk wat Grin of andere privacy coins ook willen. Ik weet niet hoe ze implementeren en hoe ze de data gaan gebruiken. Als ik net dan hoor dat ze dan de data vanuit privacy juist aan de overheden zeggen, ja, we hebben alles. Ja, dan klinkt alsof het heel erg gevaarlijk is. Maar als een soort van privacy model in zit, waardoor ik gewoon transactie in het netwerk goedkoop kan doen. En het is niet per se aan mij te linken. Ja. Ja, dan stap ik heus wel een taxi met Libra coins als dat 20% scheelt. Nee, dat is een hele goede aanvulling. Ik zat ook meer een beetje te filosoferen over die techbedrijven in het algemeen. Want ze maken zijn, ik refereerde niet direct aan Libra. Maar het is goed dat je dat even verduidelijkt. Het is inderdaad nog onduidelijk of Libra een publieke blok explorer of iets dergelijks krijgt. Of dat achter de schermen wordt gehouden, maar dat toezichthouders er wel toegang toe hebben. Hij deed in ieder geval, hij suggereerde dat toezichthouders, overheden, ander soort agentschappen de Libra-transacties kunnen bekijken, zoals jij nu bijvoorbeeld de Bitcoin Ledger kan inspecteren. Mm. Ja. En anders wel in de Calibra Wallet met naam en toenaam. Oké, okay, dat klinkt wel echt... Dat is een ander verhaal. Dat klinkt natuurlijk veel erger dan... Ja, dan zou ik het niet snel gebruiken. Maar laten we wel wezen, we hebben nog geen idee of die er gaat komen en hoe die er gaat komen. Ze hebben zo ook gezegd van ja, we wilden het graag heel vroeg in het proces naar buiten brengen, zodat deze discussie op gang kon komen. Maar er is nog wel heel veel over te zeggen. En de kans dat het, zoals het nu is voorgesteld, er gaat komen in 2020 is heel klein, denk ik. Ja, lijkt me een hele korte roadmap. Ja. Als je ziet hoe die wetgeving en iedereen erover elkaar heen valt om wat te zeggen. En eigenlijk met name negatief van dit kan niet, dat mag niet. Ja, maar dat was dat hing toch overal bij Facebook aan de muren. Iets van move fast en break stuff of iets in die richting. Gewoon ga maar gewoon hard en maak het maar kapot. En dan zien we daarna wel weer hoe het afloopt. Nou, daar zijn ze wel een beetje van afgestapt sinds dat ze natuurlijk al dat gezeik met al die privacy dingen hadden aan hun broek hadden. Nee, maar even een voorbeeldje. Neem Venezuela. De Libra is straks gekoppeld aan een mandje currencies, wel onder de dollar. Al die mensen uit Venezuela, die zullen per direct hun lokale munt inruilen voor Libra's. Want die is veel sterker. Dus weet je, die gaan dat verbieden. Dat is heel simpel. Er zijn heel veel andere landen die dat ook op die manier zullen verbieden, tenzij ze dat weer anders gaan doen. Dus hier moet gewoon nog heel veel over gezegd worden en uitgevonden worden. Ja. En dus één voorbeeldje, zijn er 20 te bedenken, waarin het eigenlijk nog niet goed uitgekristalliseerd is. Ja, eens. Ja. Maar ze zijn wel heel duidelijk een weg ingeslagen. En dit hoort daarbij. En ik denk persoonlijk dat ze vroeg of laat ook met een identiteitsding gaan komen. Dus het koppelen van jouw paspoort aan jouw Google account of Facebook account of whatever. Ze zullen er wel om gaan strijden en dat je daar je digitaal, weet je, de Google doet een KYC of whatever, iets in die richting en daarna kan je gewoon, kijk, nu log je al overal in met je Google account, Facebook account, maar dat is meer dat je geen wachtwoord hoeft in te vullen, maar dat je dan gewoon volledig ge-KYC'd bent en dat je dat dus ook bij je bank kan doen of dat je bij je bank met je Google account in kan loggen. Ik zie zoiets uiteindelijk wel gebeuren. Want dit is een beetje de privatisering van geld eigenlijk. Ik denk dat dat iets waar ze niet het paspoort uitgeven, dat blijft bij de overheid liggen, maar het koppelen aan het digitale en het daar vanaf daar helemaal over pakken. Weet je nog dat we Linda Bos van KLM hadden? Ja. Over hier gesproken. Kort daarna kwam er een bericht dat je nu blijkbaar op Schiphol naar binnen kunt lopen, je telefoon in je zak kunt houden en dan door de security van jouw paspoort kunt gaan, omdat je van tevoren dat hebt gevalideerd op jouw telefoon. Die telefoon bepaalt dat aan de hand van GPS-coördinaten. Leek mij nogal ruim. Dus het kan haast niet alleen op GPS dat het is. Maar dan kun je schijnbaar zo in één keer smooth door die check heen. Nou, dat zijn al wel coole toepassingen trouwens. Dat ging natuurlijk meer over face. Ik weet niet of er al iets van face recognition in zit. Of dat het letterlijk is omdat jij met die telefoon daar doorheen loopt. Maar over die digital identity gesproken. Nee, zeker. Dus, ik zit alleen een beetje mijn kopje te denken van, joh, hoe werkt dat dan? Maar laten we ik las GPS. Ik denk, nou, dat lijkt mij niet heel erg accuraat. Nou, er hangen er ook genoeg camera's. Dat is ongetwijfeld een combinatie van allerlei technieken. Dat lijkt mij ook. Ja. En vooral, je moet natuurlijk al elke keer door zo'n ellendig poortje met je gezicht. Je gaat, wat identiteitsservices betreft,
kies ik dan liever de kant van Microsoft, die het experimenteren is met decentralized identity op de Bitcoin-chain. Ja, ja. Dus überhaupt van al dit soort ontwikkelingen hoop ik dat er uiteindelijk een decentrale versie van komt. Of dat nou om financiële dienstverlening gaat, of je eigen identiteit mogen beheren, kunnen beheren. Ja. En wat betreft Libra, als afsluiting van het onderwerp, denk ik. Je kunt ervan vinden wat je wil. Er zijn heel veel meningen over. Maar het brengt wel heel veel teweeg. Waaronder overheden die het gevoel hebben dat ze nu wel heel hard moeten lopen om toch nog iets te doen qua regels. Hè. Dat kan ik ook helemaal verkeerd uitpakken. Maar goed, dat terzijde. Het is een super interessante ontwikkeling, vind ik. Ja. Nou, dat denk ik zeker. En heel goed dat je aanvoelde dat we dit onderwerp af gaan sluiten. Want ja, weet je, we dachten nog van, hoe gaan we dat doen met alleen het nieuws? Nou, dat is weer gelukt. Dus we gaan toch nog naar de marktupdate. Want ik zat even links van mij te kijken. Zodat Bert toch stiekem net allemaal driehoekjes aan het tekenen was. Hey, jij zou hem onder toezicht houden, hè? Wat is dit nou? Ja, ik kon hem niet... hebben we eigenlijk het belangrijkste nieuws nog niet gehad. Nee, dat komt ook nog. Dat komt allemaal goed. We hebben alles onder controle. Prijs van de Bitcoin was vorige week, twee weken terug, toen we zaten €10.650 en stond nu ongeveer op $10.650 en staat nu ongeveer op $11.650. Is naar de 3K of 13K gegaan weer en daarna weer naar beneden en nu weer wat omhoog. Toch, dat is een beetje samenvatting van de afgelopen beetje paar omhoog, dagen. Beetje omlaag, heel sideways. Ja, en alle altcoins, maar veel altcoins, die zeg maar, die gaan niet zo... gaan niet zo lekker. Nou, die gaan niet zo lekker als Bitcoin omhoog gaat. Ook niet als Bitcoin omlaag gaat. Maar als dat achter elkaar een beetje die zigzag, dat is echt het perfecte bestrijdingsmiddel voor altcoins. Want dan is het gewoon omhoog, omlaag, Bitcoin omhoog, altcoins omlaag. Bitcoin omlaag, altcoins ook omlaag. En nou ja, zeker als er geen tijd tussen zit om te ademen, zeg maar, ja. dan is het echt, dan worden ze echt naar beneden gehakt. En dan geef ik nu graag het woord aan Bert. Nou, kom maar door. Hoe ziet het eruit met de driehoeken en de resistance en support lijnen? Wat zien we hier allemaal? Nou, wat dus heel interessant is dat we sinds we op 2 april door de $43.50 zijn uitgebroken, dat we eigenlijk nog geen één keer fatsoenlijk een oude weerstand als steun hebben getest. Dus een echt goede correctie hebben gehad. En dat moet eigenlijk wel een keertje gaan gebeuren. Je kan niet met dit tempo zo doorgaan, want dan loop je ergens tegen het einde van de wereldwijde geldhoeveelheid aan. Okay. Binnenkort, dat kan niet. Ja, dus we gaan ergens een keertje corrigeren. Wat je vaak ziet in bull markets, gewoon historisch, dat we af en toe de EMA van 50 tot 100 dagen daartussen een beetje gaan aantikken. Moving averages hebben we het dan over. Ja, en dat is nu nog niet gebeurd. Dat betekent dat er veel kracht is. En dat gaat wel een keertje gebeuren. Dus ja, we zitten nu een beetje in een zone waar veel mensen zeggen, ik kijk het eventjes aan. Die 11.500, daar zitten we al een tijdje een beetje omheen te cirkelen. En ik doe dat zelf ook. Ik wacht even af, ik kijk even wat hier gebeurt. We zagen het volume heel erg teruglopen. Toen toch weer wat omhoog naar die 13.000 die je zei. En nu toch weer wat naar beneden. Het lijkt een beetje twijfelachtig nu. Dus ik zou het even afwachten. Dus even kijken wat er gebeurt. Ja, ja, ik ben sprakeloos. Ja, ik sta hier, wacht, ik heb hier wat voor. Ja. Ik had de toeter verwacht. Hoor. Ja, dat kan ook nog hier. Oké. Ik ga hier ingrijpen, Bart. Nou, dat was die €600 waard, ja. Hoor. Dat moet ik zeggen. Die geluiden gaan snel achter die knoppen vandaan. Want dit loopt compleet uit de klauwen. Nee, ja, kijk. Top. Maar wij hebben natuurlijk ook onze... mijn laptop is nu een beetje weird. Wij hebben natuurlijk ook wat. De oude sok. Zo. Even kijken hoe het daarmee is. Nou, dat bevestigt natuurlijk wat jij zegt. De Bitcoin, ja, daar gaan we gewoon super lekker mee. Staan we nu bijna op €1.900. Dus zijn we gewoon op onze inleg bijna gewoon verdubbeld. Want we hadden natuurlijk €1.000 ingelegd. Maar de top 10 in altcoins en daar ook een klein stukje Bitcoin bij. Inderdaad, die staat dus weer onder inleg. Die is 990. Oh, een klein beetje. Ja, ik zie het, ja. Maar precies wat je net beschreef is eigenlijk... laat die sok gewoon prima zien.
En goud, die gaat ook gewoon bijna naar 20% rendement sinds inleg. Dus dat is ook best wel insane, hè? Dat over een jaartje heen, iets minder dan een jaar, gewoon 20% rendement op toch een traditionele beleggingsinstrument. Niet slecht. Ja, beleggingsinstrument. Of tenminste, belegging type, hoe zeg je dat? Asset class. Maar dat is natuurlijk vaak een asset class die gebruikt wordt als hedge tegen ontij, hè, economisch ontij. En dat is dus interessant. Het betekent wel iets. Wat er nu in Amerika gaande is, dat daar onrust is en dat een nieuwe crisis aan lijkt. Dat zag je heel mooi terug inderdaad. Want het was vanaf het begin eigenlijk al dat ook de AEX hebben we, of in ieder geval dat deden wij dan maar even als de beurzen. Ja. Die knalde best wel omlaag. En toen zag je echt in één keer dat goud omhoog gaan. Ja, maar AEX kruipt ook rustig bijna. We zitten ook bijna op inleg. Dus die heeft ook flinke klappen gehad rondom kerst toen, of wat was het, december. We hebben nog geen volledig groene borden gehad volgens mij, hè? Nee. Wel bijna. Ja, we zitten er in de buurt, maar goud is natuurlijk echt sinds we begonnen al met een uptrend bezig. Maar die laatste paar weken trekt hij ook gewoon weer rustig aan, lijkt het. Ja, Bitcoin op €1.871. Terwijl we op 500 hebben gestaan, hè? Dat is het geschifte ervan. Niet normaal. Nee, grappig om te zien, die move, om de verschillen nog steeds, die asset class inderdaad. En, benieuwd wat de sterke goud, wat dat betekent. Ik las een tweet van Peter Schiff over de goudkoers. Die zei ook van En wie is dat precies? Nu goud stijgt, is het niet meer nodig om geld te steken in Bitcoin, de digitale varianten van. Wat doet Peter Schiff precies? Het is gewoon een gold bug, zoals ze dat noemen. Ja. Okay. Ja, het is een oude rot. Ja, het is in principe, hij liet zich altijd negatief uit over Bitcoin. En daardoor, als jij je opzettelijk negatief bezig gaat houden met Bitcoin, dan ben je natuurlijk al snel public enemy number one van de Bitcoin community. En dat is een beetje wat er volgens mij speelde. En wat er nou, dat is wel grappig dat je het aanhaalt. Ik zat er nog naar te kijken. Hij had laatst iets gezegd van dat hij wel Bitcoin bezit, omdat hij een keer $100 had gekregen of zo. En toen had volgens mij Pompliano, die had gezegd van, joh, wat is je adres? Dan stuur ik nog wat extra. En nu heeft hij volgens mij, een kwart Bitcoin gedoneerd gekregen van de community. En toen was iedereen blij aan het einde of zo. Want Peter Schiff, de nemesis van de Bitcoin, die heeft Bitcoin en... En nu noemt hij het natuurlijk de digitale variant ervan. Dus een soort van legitimering vanuit Schiff. Eerlijk gezegd weet ik niet precies wat hij doet. Ja, hij is econoom. Investeerder volgens mij in goud. Hij geeft veel commentaar op de markt in ieder geval. Ja. Zijn naam komt regelmatig langs. Ja. Nou, en wat ik nog had, daarvoor liep ik net eventjes weg. Dat is het volgende. Een gekke zin jullie laten zien. Ik hou even voor de camera. We hebben tegenwoordig 4K, dus ik kan van 100 naar 100... Dek maar af wat je af moet dekken, want nu kun je natuurlijk alles zien. De Coinbase kaart. Ik kan hem ook nog even voor de camera laten zien. Er staat alleen een naam op, dus dat is voor de rest prima. Ja, het is een beetje een flutkaartje. Maar ik heb hem wel binnen, dus ik ga hem binnenkort spelen. Je hebt NFC zit erop, dus je kan gewoon... Hij ziet er prima uit, alleen inderdaad wat je zegt, hij voelt echt... Dat is jammer. Het had leuk geweest dat hij even wat iets flashier en luxer was geweest. Een goedkoop visitekaartje, zeg maar. Maar ik ben benieuwd, ik ga denk ik een keer mijn lunch ermee kopen. En dan ben ik benieuwd hoeveel fees ik nou echt daadwerkelijk kwijt ben. Want ze hebben een heel lijstje op de website staan, maar ik wil het wel zien. Ik denk veel te veel om het echt te gaan gebruiken, helaas. Ja, die percentages lagen vrij hoog volgens mij. Ja, je hebt dus een omzettingspercentage van crypto naar geld. Dat was voor mij al een normale percentage wat ze handhaven, weet ik veel, 1,5% of zo, of 2. Ja, en daarna nog andere fees. Dus ze zullen ook op die koers wel pakken. Als dan de publiek koers op de exchange 1000 is, zeg maar wat, dan zitten zij natuurlijk ietsjes lager dan dat. Dus ze pakken sowieso, daar ook al wat op. Ja, het is gewoon net alsof dat je normaal geld omwisselt bij Coinbase. Ja, dat kost gewoon best wel wat geld. Ja, gewoon zoals elk wisselkantoor volgens mij. Die pakt op je betaalt transactiekosten en je betaalt nog eens op de koers. Dus dat. Nou, dan houden we daar onze marktupdate, denk ik. Nou, dat was een hele speciale. Dat was meer inhoud dan normaal. Dus dank daarvoor. Hey, we zitten al ruim in de tijd. Dus ik denk dat we het hier ook een beetje bij gaan houden. Maar er zijn nog wel een paar dingen die we gaan bespreken. Ten eerste, wij zijn natuurlijk al lekker cryptisch en Satoshi Radio. Ja, dat is een match made in heaven. Dat weet iedereen inmiddels. Maar wie wil het aankondigen, jongens? Het is natuurlijk al een beetje
publiek geheim inmiddels, voor de mensen die in de groepen zitten. Maar, Wijnand... Oh, ja, wie wil het aankondigen? Maar Wijnand. Ja, nou, Wijnand, mijn maag die knort al. Ja, we hebben het natuurlijk al 1000 keer over gegeind dat we een keer iets in een soort gathering willen doen. Hè? Een bijeenkomst met een barbecue. Met daarbij wat vegetarische opties en wat alcoholvrije versnaperingen. Maar ook de normale versnaperingen. En eigenlijk leek ons het leuk om dat samen met Bert en Peter te doen. En ook met beide communities. Dus het idee was om ergens de eerste of tweede week van september, ja, na de vakantieperiode, op een plek nog te bepalen dat we bijeenkomen. En dat we daar gewoon een leuk event gaan inzetten. Dus hopelijk zit het weer een beetje mee. Ja. En dan denk ik gewoon leuk is om ook voor andere community members die actief zijn of minder actief, die het leuk vinden om daar lekker over de, waarschijnlijk veel over crypto, Libra, regulatie en dat soort zaken wil spreken. Ja. Kom er rustig bij. We zullen het ook aankondigen hier. We zullen het ook gewoon aankondigen op de platformen. Ja. Ik heb er heel veel zin aan om gewoon weer mensen terug te zien of nieuwe gezichten achter Telegram of Twitter handles te zien. Dus ik ben heel blij dat we dat gewoon met z'n vieren hopelijk kunnen neerzetten. Ja. En dat we gewoon een tof, ons eerste event heel cool. Gaan doen. Applausje waard, toch? Ja, zet hem erin, Bart. Ja, nu mag het. Dat gaat helemaal goed komen. Kaartverkoop vanaf. Nou ja, dat is wel een goeie. Want we moeten nog even kijken hoe we het precies invullen. Maar waarschijnlijk zal er ergens wel een registratielink of een meetup. Moeten we even kijken. Maar iets waar we een beetje bij kunnen houden hoeveel mensen er komen. Ja. Want je moet ook spullen inkopen natuurlijk. En het is wel handig als je een beetje weet wie erop komt dagen. Precies. Maar daar komen we ter zijne tijd op terug. Maar dat zal dus ergens begin september op een vrijdag of een zaterdag worden. Zet maar, blok maar vast vrij. Cancel de vakanties. Ja, precies. Zorg dat de vrouw en kinderen op vakantie zijn. Ja, mooi. Hey, ik wil nog wel eventjes... daar ben ik nog even benieuwd naar. Want we hebben het de vorige keer met jou, Bert, natuurlijk best wel lang over Lekker Cryptisch gehad. En voor de mensen die daar meer over willen weten, check vooral die aflevering nog even. Maar ik dacht dat het misschien nog heel even leuk is om te kijken van, is er in die tussentijd nog wat veranderd? En wat zijn nou de jullie doelen? Of wat zijn nou de dingen die jullie aankomende tijd nog willen gaan doen met het platform, website? Of blijft het allemaal, of is het gewoon goed zoals het is? Dat kan ook natuurlijk. Ik weet eerlijk gezegd niet wat Bert verteld heeft de vorige keer. Ja, hier valt hij door de mand. Ja, mijn korte termijn geheugen en mijn lange termijn geheugen werken niet. wat we, het hangt een beetje van de termijn af waar je het over hebt. We hebben heel veel plannen en weinig handjes. Ja. Eigenlijk is dat ons grootste probleem. Wat er nu staat, zijn we best wel tevreden over. Er zit nog wel wat professionele jeuk omheen, om het zo maar te zeggen. Dus het zou al heel wat zijn als wat we nu hebben staan. Als we dat de komende maanden gewoon operationeel kunnen houden met de mankracht die we hebben. Ja. Wat mooi zou zijn, is als we na die periode, kwartaal 3, 4, we hebben toch wat mogelijkheden vinden, op welke manier dan ook. Daar hebben we ook wel allerlei ideeën over. Om daar hulp bij te krijgen. Bijvoorbeeld bij het schrijven van nieuws. Gewoon het operationele uitvoerende werk, zodat die andere initiatieven ook ondernomen kunnen worden. Maar als mensen nu zitten te luisteren en die denken van, joh, ik zit in jullie Telegram groep en ik vind het eigenlijk allemaal leuk en ik had er nooit aan gedacht. Dat ziet er allemaal van afstandje in ieder geval professioneel uit. Mooie website, werkt allemaal goed, leuke stukjes. Maar netjes uniform, geen rare advertenties. Die denken van, die gasten, die zitten daar met een heel team te schrijven. En misschien komt dat dit een beetje rauw op een dak vallen. Dus zijn er ook mogelijkheden, zeg maar. Ik weet dat jullie bijvoorbeeld in de Telegram wat communitybeheerders hebben of admins hebben. Ja. Zijn er ook nog andere mogelijkheden om te helpen? Of stukken te schrijven? Of hoe moeten mensen daar mee omgaan? Kunnen ze daar al wat mee? Ja, zeker. Kijk, als iemand luistert en denkt, het lijkt me wel leuk om ergens aan bij te dragen. Of dat nou het schrijven van stukken is, of het helpen met het beheren van de community, of om initiatief te ondernemen. Misschien vind je het wel leuk om meetups te organiseren, ik noem maar wat. Barbecues. Ja, barbecues. Besteden er gewoon direct uit. Ja, hoppakee. Kijk, het liefst zouden we wat dat betreft ook fungeren als een broedplaats voor dat soort initiatieven. Ja.
En dan komt het aan op je eigen, de tijd die je erin kunt steken, in je eigen ondernemerschap. Voor sommige rollen zou je misschien verwachten dat er betaling tegenover staat. Bijvoorbeeld als je redactiewerk doet. Nou, dat is bijvoorbeeld nu een heel praktisch probleem. Ja, we hebben geen inkomsten, dus we kunnen je ook niet betalen. Ja. Dus vooralsnog loopt het eigenlijk allemaal op passie en hobby, zeg maar. En mensen die daar tijd en energie in willen steken. En het fijn vinden dat ze een groep mensen hebben, ook achter gesloten deuren. Natuurlijk ook onze eigen kanalen waarin mensen zitten die echt bijdragen aan het platform. Om samen met hen daaraan te bouwen. En ik denk dat we, zodra wij meer weten over de doelen en de producten die we nog willen bouwen en lanceren. Wat heel mooi zou zijn, is als we vanuit de positie die we nu hebben. Want we hebben best wel een aardig publiek opgebouwd. Eigenlijk, daar zijn we best wel trots op dat het zo gelukt is. Ja. Om vanuit die positie meer transparantie, in ieder geval in de Nederlandse markt, te brengen. Ja. En ja, dan kan je, dat kun je op heel veel manieren interpreteren. En dat laat ik graag nog even in het midden. Nou ja, dan kunnen we in ieder geval kijken, weet je, je zegt van, we hebben qua geld niet zoveel te bieden, hè, maar je zegt ook in dezelfde, of in het eind van die zin eigenlijk, wat je wel te bieden hebt. Weet je, ik kan me voorstellen als mensen bijvoorbeeld technische analyse doen, of mensen zijn beginnend schrijver of whatever, iets in die richting, hè, artikelen schrijven, is het natuurlijk prachtig om je hier te ontwikkelen en een groot publiek te bereiken. Ja. Dus ik denk dat dat best wel een win-win kan zijn. Ja, dus als je luistert, er is nog niet, wat er ook gezegd wordt, is niet superveel bekend, maar een berichtje sturen kan natuurlijk nooit kwaad, denk ik. Ja, zeker doen. Ja, ja toch? Ja, nou dan laten we het daarbij, denk ik, voor nu. Dan zitten we weer netjes op onze normale anderhalf uur. Dat is toch weer gelukt. Ja. Ik weet niet hoe we het voor elkaar krijgen. Ja, maar misschien toch een keer met zo'n alarmwerk of zo, met zo'n harde zoomer. Ik heb even zitten kijken. We zitten echt bijna altijd op 1 uur en 22 minuten, 1 uur en 23 minuten. En ja, weet je, mensen vinden het over het algemeen wel prima volgens mij. Dus dan is het toch prima? Ja, maar mij niet uit, we morgen nog daar horen. Ik heb een keer eten, maar ik heb een leuk gesprek gehad. Ja, dus dat gaan we dan ook maar doen. Hey, even kijken hoor. Je kan natuurlijk naar www.lekkercryptisch.nl gaan. De Telegram groep kan je joinen. Twitter, @lekkercryptisch. Nou, het is allemaal een beetje hetzelfde. Hè? Dus waar niet heel veel naamsgenoten van jullie. Dus ga er een kijkje nemen als je dat nog niet gedaan hebt. Vind je deze podcast leuk, dan dat kan natuurlijk ook. Hè? Je kan en lekker cryptisch en de podcast leuk vinden. Dat bijt elkaar helemaal niet. Join onze Telegram-groep ook en volg ons ook op Twitter. Hè? Alle links staan op www.satoshiradio.nl. En daar kan je ons ook steunen, mocht je dat willen, mocht je dat leuk vinden, dan kan dat. Wijnand, leuk dat je er weer bent. Ja, lekker om gewoon weer aan de tafel te staan, hoor. Ja, dat is echt een stuk makkelijker en ook veel leuker om gewoon weer... zeker. Niet gewoon aan zo'n microfoon te staan, weet je. Ik bedoel, de vorige keer toch een hoop geslepen lastig, maar ja, good to be back. Ja, nu moet ik weer meer meeslepen, helaas. Ja, maar jij hebt echt een specialized suitcase dit keer. Het is gewoon een grote suitcase waar ik alles in kan flikkeren. Maar ik zag dat alles alle kanten op beweegt. Ik weet niet of het heel handig is. Nee, ja, ik denk dat hem dan was. Volgens mij missen we niks, hè. Alles genoemd wat we moeten doen. Bertje bedankt, Peter bedankt, iedereen bedankt. Sponsoren bedankt. Precies. Sponsoren bedankt. Ja, nou ja, dat doen we dus aan het begin. Maar alsnog, alle sponsoren bedankt voor het sponsoren van de podcast. Nee, ja, die zijn allemaal genoemd. En die staan ook op de website. Hè? Zeker. Dus die hebben een mooi plekje. Dus dat zit helemaal goed. Nou, netjes onder de anderhalf uur. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Adios.